De Rotterdamse wethouder Hamid Karakous houdt vast aan de bijdrage van 450 euro die mensen volgend jaar moeten gaan betalen voor het inzetten van het huurteam Rotterdam. Nu is dat nog gratis. Op verzoek van een huurder die denkt dat hij te veel betaalt, doet het huurteam onderzoek en dat kan uitmonden in een huurverlaging. Wethouder Karakous gaat er daarom vanuit dat de bijdrage van 450 euro vanzelf wordt terugverdiend. Een 24-jarige man uit Oltgensplaat, die in oktober op de N59 richting Hellegadsplein een dodelijke aanrijding veroorzaakte, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hem wordt moord ten laste gelegd. Bij het ongeluk kwamen drie mannen om het leven en raakte één man zwaar gewond. Volgens het openbaar ministerie verkeerde de bestuurder onder invloed van alcohol en medicijnen en wordt niet uitgesloten dat hij de aanrijding met opzet heeft veroorzaakt. Het park bij de Euromast krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt. En zal in oude luister worden hersteld. Het park werd 150 jaar geleden ontworpen door vader en zoon Zogger. En is vorig jaar uitgeroepen tot Rijksmonument. Voor de opknapbeurt van het park is een masterplan opgesteld. waarover Rotterdammers mogen meepraten. Vandaag profiteren we van mooi weer. Er is veel ruimte voor de zon. Het blijft erbij lekker droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 2 of 3 graden vanmiddag. En de wind is matig van kracht uit het zuidoosten.